asielzoekers. Asielzoekers. Van mijn kanaal, welkom terug bij deze gloednieuwe video. We zijn er, gelukkig weer. En het heeft even geduurd, 2 weken, want we zijn druk bezig met verbouwen in papa's huisje. Muurtjes aan het slopen, en vloertjes aan het leggen. Ja. En dat jouw kamer wordt vergroot, hè, voordat je straks naar de middelbare school gaat. Dus voor volgend jaar moest die af zijn eigenlijk, hè. Maar ja, jouw opa, mijn vader, die zegt, wat? Moet ergens verbouwd worden? Moet ergens iets gesloten worden? Ik pak mijn hamer. Nee, het is een schroevendraaier. Oh ja, het is een schroevendraaier. Hij heeft alleen een schroevendraaier nodig en hij heeft ons hele huis meegedaan. Yes, vloertjes leggen, schroevendraaier. Muurtje eruit, schroevendraaier. Ja. Een gat in de muur maken, schroevendraaier. En een schaar. We hebben het ook een schaar. Ik heb een schaar gedaan. Dus de muurtjes eruit, de nieuwe muurtjes erin, een nieuwe vloer erin, heel veel spullen kopen, spullen verkopen, oude bank eruit, nieuwe bank erin. Nieuwe tv. Oh ja, een tv, want er ging ook nog iets fout met de televisione. Kunnen we die foto even laten zien? Komt-ie. Oké, komt-ie. Juist, ik zette hem 's ochtends aan. We zaten op de grond en we dachten, nou, we gaan even kijken wat er op tv is deze mooie ochtend. En we keken dus en heel beeldscherm was naar de knoppen. Ja, dus moesten we ook weer een nieuwe tv, want ja, ik ken lang zonder een bank, lang zonder een stoel, een bed. Als ik maar een matras heb. Maar zonder tv. Dat kan hij niet, hè. Wie kijkt er nou nog tv? Nou, ik kijk er niet. Heel veel. Netflixen, filmpje hier, filmpje daar. Lekker allemaal opnemen met de Ziggo, hap, zelf doorspoelen. Want ik word toch helemaal gek van al die films met die reclames erin. Ik kan geen normale film kijken, er zit 24.000 keer reclame. Laatst was Terminator er op televisie, na de reclame. Mm-hmm. Ja, begon gewoon weer het stuk wat voor die reclame ervoor was. Dus ik zat gewoon 20 minuten naar hetzelfde weer te kijken. Nou, dat was wel zo slecht. RTL 7, fix eventjes je ding, zeg. Meer voor mannen, nou, dat is voor demente mannen. Heb ik dit al gezien? Of heb ik het niet gezien? Ik weet het niet. Er wordt best wel veel zooi op tv gezet, maar af en toe ook nog wel leuke filmpjes. Nou, dan neem je hem gewoon op en dan kijk je hem zelf een keertje terug en doorspoelen. Hatte, flatsie, platsie. Daarom was het dus een beetje duurde abonnement Netflix. Nou, geweldig, 4K. Nou. Heerlijk. Ja, je ziet het wel. Zou Gotham dan ook 4K zijn? Nee, Gotham is niet 4K. Ja, non-duur. Dat is wel een mooi bruggetje. Gotham, daar kijken wij nu naar. Ja, ja. We lopen een beetje achter, weet ik. Gotham is best een leuke serie. Ja, Pinguin is geweldig. Carnaval komt eraan. Ja, carnaval. En elk jaar op school bij James is een thema. Weet je nog vorig jaar? Check even het filmpje van vorig jaar. Linksboven? Ja. Of is het nou rechtsboven? Daar is het. Check even het filmpje vorig jaar. Toen was jij een burger. En geen hamburger, geen Whopper, maar een Griekse burger. Een Griekse burger! Dat was het thema Griekse goden, ja, Griek. Romeinen, oudheid. Nee. Nee. Dat was het niet. Wat was het dan? Asielzoekers? Asielzoekers. En ik kom aan bij Griekse. Ja, ik ben de Griekse burger. Zeg, oh. Nee, dat was het ook niet het thema. Het is niet alleen maar elk jaar superhelden, wat je natuurlijk elke cowboys en piraten, wat je natuurlijk op elke andere school ziet. Je bent een keertje Samson. Oh ja, Samson en Delilah. Daar was je. Ik Samson. Was en niet Samson van, hallo gekje. Samson is DJ. Samson is een DJ. Je moest kloppen, want de deur deed het niet. Hè? Hij zegt altijd, we moeten kloppen, want de deur deed het niet. Vinden we nog leuker. Dus die Samson was je niet. Je was Samson met die lange haren. Mm-hmm, plaatje. Die sterke man. En je bent een keer een spin geweest. En in de kleuters was je eigenlijk ook al geweldig natuurlijk, hè? Oh ja, ik was Psy van Gangnam Style. James was toen helemaal in de Gangnam Style. Ja. Tijd was dat. Oh, linkje ook daar van de video. Nee, niet van die video. Die is echt strange. Want dan zie je mij dansen, je ziet oma dansen. Maar jullie hoofden zijn weg. Die video, ja. Daar zo. Daar weer? De Gangnam Style, ja, okay. Daar. Nou, en toen ging James dus als Psy. Oma een heel mooi colbertje gemaakt en zo, toch? Ja, dat is gewoon zelf gemaakt. Nu kan het gewoon kopen, maar toen was het echt, nou hoeveel jaar is dat geleden? Zeg, 6 jaar geleden. Ook daar hebben we nog een foto van. Heerlijk. Maar,
Carnaval komt er weer aan. En in het laatste schooljaar mag je eigenlijk zelf je thema kiezen. Thema kiezen, precies. Dus wij hebben met de hele klas besloten dat het films was. Toen dachten wij, ah, doen we het makkelijk. Dan doe je gewoon Rocky, lekker een hoodie en dan zo'n handdoek om je nek en dan zo. Rocky is niet zo leuk. Ik heb de film zelfs nog nooit gezien, dus. Heel vroeger dachten we nog van, je gaat als Master Chief. Want Halo is een van mijn favoriete games ever. Mijn favoriete game gewoon is Halo, dus Master Chief. En dan heb je echt van die hele mooie pakken. Van $300 met van die ijzeren dingen overal. Echt van die Amerika, wat je ook kan kopen. Het ziet zo mooi uit. Dus Master Chief, dat was toch wel erg duur, dachten we, voor dit jaar. Je wilde toch een beetje een bad guy. Een bad guy die iedereen kent. En wat is van de laatste jaren nu echt een van de beste bad guys ooit geweest op in een film of wat dan ook. De Joker. De Joker. En wel de Joker gespeeld door Heath Ledger. Ja. Rip. Rip uit je lijf. Oh nee, hij is zelfs leeg. Hij is ook echt dood. Ja, want die Joker, weet je wel, met dat met die goocheltruc, met die pen of potlood. Oh, daar komt even dat stukje dat hij iemands hoofd op een potlood Nee, maar dat is voor jeugdige kijkers. Dat kunnen we niet laten zien. Ja, natuurlijk wel. Jij hebt dat toen ik 2 was, heb je dat ook al aan mij laten zien. Oh. Dus even. I'm gonna make this pencil disappear. Tada! It's gone. Die scène alleen al is gewoon geweldig. Dat is geweldig. Gewoon geweldig. Die heeft smink en die heeft een heel mooi pak. En je hebt verschillende soorten pakken natuurlijk van de Joker. Dus het was echt lang zoeken naar een goede. Zal ik hem erbij pakken? Ja, pak hem erbij. Hij is echt super mooi. Alles zit erbij. Alles. Oh, shit. Dit is het pak. Stropdas, couvert, wat nog onder zit. Ja, we laten het zo wel even goed zien. En we hebben zelfs ook nog los handschoenen. De Joker handschoenen. En dus deze staat een sminkset. Kijk, de jas die zit bijna niet gevoerd gewoon. Stropdas en een shirt. Broek. Die broek is misschien iets te lang. En maar deze, wat is ja, dit? Een colbertje. En dit is ook weer een mooi spul. Ja, maar het voelt echt. Nee, dit is geen colbert. Dit is nee, dat is een. Ik kom er even niet op. Nee, ik kom niet op weer. Dit is een. En dit is een couvert. Een soort vestje. Dit is een couvert. Oh nee. We hebben geen. Nee, een couvert zit zo. Ja, dat is zo'n jasje. Dus eigenlijk, dit is een hele grote couvert. Precies. Maar, jij gaat hem even aandoen? Ja. Ja? Oké, dan zijn we zo weer terug. To be continued. Juist. Nou, dit is het tot nu toe. Zo. Nou, de broek is een beetje groot. Nou, de broek moeten we iets korter maken. Het duurde eventjes voordat ons het gelukt was om die stropdassen. Een half uur. Het knoopje is nog niet helemaal perfect, maar voor beginnende stropdasstrikkers zoals wij zijn. Ja, dat is best goed, denken wij. En turnaround. Yes, turnaround. Oké, en dan hebben we nog de jas. Yes. Turnaround nog een keertje. Wow. Om het een beetje te proberen, gaan we ook even kijken of het smink een beetje werkt. A few moments later. Eindresultaat. Oké, smink is nog maar heel eventjes een beetje beperkt. We hebben nog van deze dingen. En dit zijn de scars, zeg maar zo. Kan je dat een beetje zien? Zo die plak je dan. Hier zo. Die moeten we nog plakken. Ergens plak je die daar dan. Pruik, die moeten we nog een klein beetje beter fatsoeneren. Maar in principe gaat die zo. Het ziet er wel heel vrouwelijk uit, dit. Oh, dus dit ziet er vrouwelijk uit. Ja, dat ziet er vrouwelijk uit. Zo, even zo. Hi. Hi. Bedankt voor het kijken naar deze video. Vond je deze video nou leuk? Druk dan op dat blauwe duimpje omhoog. Paarse duim. Paarse duim omhoog. Dan zie je de volgende keer weer. Doei!